Hoi allemaal, ik ben Arthur Krijgsman, meester Arthur. En deze vlog gaat over kwetsbaarheid. En het is heel bizar, want dit is mijn 6e poging om deze vlog te maken. Want ik wil hem perfect hebben. Maar kwetsbaarheid gaat over imperfect zijn. Over niet helemaal perfect kunnen zijn. Want dat kunnen we helemaal niet. We willen het vaak wel. En daar komt ook ons streven vandaan. Omdat we goed willen zijn, ook voor onszelf. Maar goed is ook erkennen dat je imperfect bent. Dus het is natuurlijk ook al een beetje gek dat ik deze vlog juist perfect wil maken. Terwijl dat eigenlijk onmogelijk is. Ik wil gelijk met de deur in huis vallen. Want het gaat over kwetsbaarheid. Ik heb een mindmap gemaakt die ook verschillende onderdelen vanuit kwetsbaarheid zoals ik het zie laat zien. En daar wil ik het even over hebben. En de reden dat ik het wil doen is eigenlijk dat ik een paar weken geleden heb gesproken met een groep 8 over het feit dat ik veel te veel heb gedronken. Alcohol heb gedronken. Al vanaf vroeger, vanaf mijn puberteit eigenlijk al, dronk ik veel te vaak en veel te regelmatig alcohol. En de meeste vrienden van mij en eigenlijk iedereen die ik ken, die weten dat ook. Van, oh, Arthur die houdt wel van een portje, van een biertje, van een wijntje, van een whiskytje enzovoort. Maar ik dronk echt soms veel te veel. Vorig jaar besefte ik me dat tijdens een longontsteking die ik had, was ik ook nog steeds een biertje, een wijntje, een whiskytje, wat dan ook aan het drinken. En ik dacht, ja, eigenlijk is het gek, want alcohol veroorzaakt juist ontstekingen. Of daar een relatie echt is voor mijn longontsteking, weet ik niet. Maar het is natuurlijk gek dat als je ziek bent, dat je dan nog steeds blijft drinken. En de broer van mijn zwager, die overleed aan de gevolgen van te veel alcohol drinken. Dat vond ik zo heftig dat ik dacht, weet je, dat wil ik niet. Nooit, never niet. Dus ik stop met alcohol drinken. En dat is me gelukt. En inmiddels ben ik dus een jaar, al langer dan een jaar, nu alcoholvrij. En dat vind ik heel gaaf. Daar ben ik trots op. En zo heb ik het ook gemeld in die groep. Dat is een stukje kwetsbaarheid tonen. Ik laat mezelf zien als mens. Ik laat zien dat ik ook wel eens fouten maak. En ik denk dat dat juist op school heel goed is om ook te leren. Dat niemand perfect kan zijn. Maar dat je wel met je fouten kan leren omgaan. En dat dat ook leven is. Nou, dat probeer ik dus uit te leggen dan. En ja, de groep 8 vond het heel leuk en bijzonder dat ik dat gewoon durfde te zeggen. En ze hadden daar veel vragen over die we gewoon behandeld hebben. Vorige week kwam de directeur naar me toe. Heb je even? En zij gaf te kennen dat ouders boos waren. En dat het niet kon. En dat ik dat nooit had mogen vertellen. En ik was eigenlijk verbaasd. 1. Ik werd op het matje geroepen voor mijn gevoel. 2. Waarom komen ouders naar mijn directeur en niet naar mij? Terwijl ik probeer heel open en eerlijk te zijn. Ook naar de ouders. En 3. Ik werd super kwaad daarna. Ik had echt zoiets van, weet je wat? Ik krijg allemaal maar wat. Ik doe het niet meer. En dat is omdat ik me dan eigenlijk kwetsbaar opstel. En voor mijn gevoel, dat er dan toch ineens wantrouwen is. Terwijl ik juist voor dat vertrouwen wil gaan. Ik voel me dan niet serieus genomen. Niet door de directeur en ook niet door de ouders. En misschien ook wel niet door de kinderen. Ik voel me eventjes heel erg klein. En dat geeft mij het gevoel van, hé, ik ben toch niet goed genoeg. Ik heb fouten gemaakt, whatever. Omdat ik zelf ook nog eens hooggevoelig ben, komt dat ook nog eens een keer keihard binnen. Dat snapt niet iedereen. Ik snap dat ook pas de laatste paar jaar. Omdat ik voorheen nog helemaal niet wist dat anderen het misschien anders konden voelen dan ik. Dus dat zijn allemaal van die dingetjes, die neem je dan mee. En ik dacht, weet je wat, ik ga vertellen wat ik zie als kwetsbaar opstellen, kwetsbaar openstellen, kwetsbaarheid. En waarom ik dat juist iets heel moois vind. En waarom ik dat juist heel krachtig vind. En waarom ik denk dat er juist moed voor nodig is. Vandaar deze mindmap, vandaar dat ik daar nu even wat over ga vertellen. Voor mij is kwetsbaarheid jezelf mogen zijn. Helemaal. Met alles wat bij jou hoort. En zo kan ik eigenlijk deze vlog alweer stoppen. Want dat is het. Maar ja, wat is dat dan? Hè? Wat versta ik daaronder? Daar bedoel ik mee dat je jezelf laat zien. Ik laat mezelf nu zien in een vlog. Sommige mensen vinden dat niet zo fijn. Ja, dan hebben ze toch het gevoel dat iedereen naar ze kijkt. En dat kan natuurlijk ook. En dat is ook zo. Het mooie vind ik
jezelf laten zien. Ik zit op TikTok. Ik zie heel veel mensen op TikTok filmpjes maken. En heel vaak zie ik er dan onder, oeh, ze keken naar me. Of de buren keken naar me. Of de mensen die langsliepen keken naar me. Ja. En ondertussen zijn er honderden, misschien duizenden, misschien nog wel meer mensen die jouw filmpje bekijken. Dat gevoel is soms ja, heel anders dan dat je daadwerkelijk in een stad bekeken wordt. En toch besef ik me nu dat ik met jullie praat en dat dat 1, 2, 10, 100, 1000, ik weet niet hoeveel mensen, maar iedereen die dit filmpje kijkt, kan mij zien. En dat besef ik me. Ik denk dat dat goed is om ook te beseffen. Jezelf laten zien kan dus zijn op een filmpje, kan in de stad zijn, maar het kan ook gewoon jezelf laten zien in je gezin, bij de mensen op school waar je bent, jezelf laten zien. Alleen dat al kan heel erg open zijn en soms heel erg angstig. Jezelf open laten zien is natuurlijk helemaal lastig, hè? Soms. Sommige mensen vinden het helemaal geen probleem, hè? Ik ken er genoeg die denken, oh, helemaal in een vertrouwde omgeving. Dan vind je het soms ook prettig, hè, om wat meer van jezelf te laten zien. Maar echt van jezelf houden, vind ik daar namelijk ook bij horen. Dat is soms nog wel, ja, vind ik soms ook moeilijk. Dat ik denk, ja, wacht even. Ik hou niet altijd van mezelf. Als ik dan op een matje geroepen word. Eén, ik ben wel boos dat dat gebeurt, want ik sta voor gelijkwaardigheid. Maar aan de andere kant denk ik, ja, heb ik dan misschien toch fouten gemaakt? Ja, dat kan natuurlijk. Ik maak wel eens fouten. Sta ik ook voor open. Maar als iemand mij dan de grond inboort voor mijn gevoel, dan is het niet oké. Okay. Dan word ik ook pissig en dan denk ik, doei doei. En dat heeft ook wel eens met het gevoel te maken wat ik wel eens heb. Van ja, ik ben niet goed genoeg. Of ik hoor er toch niet helemaal bij. Of ik voel dat de ander mij slecht vindt. Of ik vind dat ik het niet goed kan. Dat gebeurt ook allemaal. En dan kom ik gelijk bij de tweede dia die ik heb. Dat het vaak over angst gaat. Wij durven het niet onszelf te laten zien. Omdat er een heel groot stuk angst en schaamte bij zit. Heb ik ook. Ik denk dan ook van, ik doe het niet meer, ik kan het niet, ik wil het niet. Wie wil mij nou zien? Waarom zou ik een godsnaam mezelf hier op YouTube opnemen? Wie wil dat nou horen? Gelukkig weet ik dat er een heleboel mensen zijn die dat wel willen horen. En als je het niet wil horen, het voordeel van YouTube is, kan je nu naar het volgende filmpje. Het is vaak het gevoel, ik kan het niet. Of ik ben niet goed genoeg voor de ander, of ik ben niet goed genoeg voor mezelf. En wie zit er nou op mij te wachten? Vroeger al had ik vrienden, gelukkig. En toch, ook al zeiden ze 100 keer tegen me, Arthur, als jij problemen hebt, mag je altijd bij me aankloppen. En toen woonde ik op mezelf en toen voelde ik me alleen. En ik durfde eigenlijk nergens aan te kloppen. Ik wist dat ze voor mij open stonden, maar ik vond ik dat moeilijk om dan te zeggen, ja, ik voel me een beetje alleen, ik ben verdrietig. Dan ging ik niet, dan bleef ik een beetje op mezelf. Ik weet niet of je dat herkent, maar dat hoorde bij mij. En dat hoort soms nog bij mij. Als ik mezelf niet zo blij voel, als ik verdriet heb, ik zal niet zo snel huilen. Ik vind het gewoon moeilijk om dat te laten zien. En soms laat ik het echt wel zien, maar ik probeer het niet te doen. En dat hoort een beetje bij mij. Ik laat wel de emotie inmiddels toe. En ik weet inmiddels ook, joh, er zijn mensen waar ik gewoon bij aan kan kloppen. En dat doe ik nu ook. Maar dat heeft me heel veel moeite gekost om dat te leren. En dat kost soms ook vriendschappen. Want eigenlijk probeer je aardig te zijn voor die ander. Door je eigen problemen niet daar neer te leggen. Terwijl ze je heel erg graag willen helpen. En dat voelen zij op een gegeven moment ook. Ze denken ook, ja, die Arthur die is niet helemaal echt. Die stelt zich niet volledig open. Alleen maar de leuke dingen. In plaats van de minder leuke dingen, hè, die zijn er toch ook. Maar dat hoort er natuurlijk ook bij. Als je echte vrienden bent van elkaar, dan snap je dat ook. Later leerde ik. Toen hadden we afgesproken met vrienden. En die vrienden belden aan. En op dat moment hadden ik en mijn vriendin ruzie. En zij wilde de deur, zeg maar, de bel ging. Dus ze zei van, joh, we hebben nu even geen tijd. En die vrienden werden daar niet boos om, want die snapten, oh, het komt nu even niet uit. En later hebben we het weer uitgelegd en toen vonden het gelijk eigenlijk al goed.
dat is ook vriendschap. Dat je ook accepteert dat je af en toe even niet, geen tijd hebt. En af en toe wel. Hoezo kwetsbaar opstellen? Ik vond het eigenlijk niet kunnen. Want ik dacht, ja, maar dan zijn het geen vrienden meer. Maar juist jezelf laten zien, ook in dat soort momenten, is vriendschap. Je mag een compleet mens zijn. Met falen en met dingen die fout gaan. En falen, hè, dat kan je ook, in dit geval heb ik het vallen genoemd. Want falen, dat klinkt zo heftig. Maar soms heb ik nog steeds dat gevoel. Als ik in de groep waar ik laatst een keer was, echt het gevoel heb van het lukt me niet, dan voelt het echt als falen. Ook als iedereen, het hele team zo'n beetje zegt, ja, maar het ligt niet aan jou, het ligt aan de groep. Toch voel ik, heb ik een gevoel van, ja, ik kan het dus niet. En daar leer ik ook weer van, hè. Ik leer er dus nu ook steeds meer van nou, dit kan ik. En als het een niet gelijkwaardige situatie is, nou, dan heb ik daar weer problemen mee, moeite mee. Alle emoties horen bij je, maar soms moet je die zelf ook eerst nog herkennen. Het omarmen, hè? Want jij bent het, dus je moet het dan niet wegschuiven of weg willen drinken met bijvoorbeeld alcohol of met suiker. Hoeveel mensen zijn er niet verslaafd aan eten, omdat ze maar een lekker gevoel willen hebben over zichzelf. En dan gaat het over vertrouwen. Hè? Vertrouw je die ander, vertrouw je jezelf. En wat is dan vertrouwen? Vertrouwen is voor mij ook heel onzeker. Als je het over kwetsbaarheid hebt, heb je het voor mij over vertrouwen. Want ik weet hoe ik in elkaar zit. En ik ben niet altijd te vertrouwen. Als ik ergens werk en ik voel me ondergewaardeerd, en zij geven mij ineens vertrouwen, dan denk ik, oh, mooi. En nou is het ineens wel goed. Ik zit dan een beetje in het verzet. En ik kijk dan toch vaak om me heen, nou, om maar een beetje de kantjes ervan af te lopen. Dat gebeurt mij ook wel eens. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Andersom, als ik vertrouwen geef, weet ik niet wat jij ermee gaat doen. Ik had laatst een paar kinderen het vertrouwen gegeven dat ze in het magazijn even wat mochten pakken. Ik wist dat dat normaal niet mocht, maar ik dacht, ach, hè, als ik het erbij zeg, pak de spullen en kom gelijk terug, dan doen ze het wel. Even later hoorde ik, via, dat ze zich in het magazijn hadden misdragen. En misdragen, dat bedoel ik, dat ze allemaal dingen op de grond hadden gegooid en stukken hadden gemaakt. Dan geef ik vertrouwen en dan weet ik dus niet wat die ander ermee doet. En in dit geval is het vertrouwen beschadigd. Wat doe ik er dan mee? In dit geval heb ik de mensen waar het om ging aangesproken op hun gedrag. En ook gezegd dat ik het voorlopig even niet meer vertrouw. Dat ik dat gewoon even niet meer kan. Want vertrouwen moet je ook krijgen. En je kan laten zien dat je het waard bent of niet. Maar moeten we dan regels instellen zodat het nooit meer mag? Ja, maar dan kan je het dus nooit meer leren. Dus een volgende keer zal ik ook met dit voorbeeld in mijn achterhoofd diezelfde mensen toch weer het vertrouwen geven. Om ze te laten zien, zodat zij kunnen laten zien aan mij, dat ze te vertrouwen zijn. En andersom moet ik dat ook doen. Als ik een keer weet van mezelf, ik heb vertrouwen gekregen en ik heb dat beschadigd. Dan, zeker als ik de verbinding met die ander puur is, als ik echt mens wil zijn. Dan wil ik ook dat nog een keer laten zien dat ik wel te vertrouwen ben. Want ik vind het juist zo belangrijk. Dus dat maakt het gelijk heel onzeker. Maar ook heel mooi. Want als je alles op basis van controles doet en vanuit regels, dan mag je jezelf dus niet meer zijn. En zo gaan we er wel vaak mee om in onze samenleving. Er is wat fout gegaan. Er moet een regel bij. Dan doet niemand het meer. Ja, onzin natuurlijk. Want hoe vaak breken we de regels wel niet? Dit is misschien niet zo'n handige vraag. Want je kan het op alle manieren antwoorden. Maar ik weet gewoon dat als er nog meer regels bij komen, dat we nog meer het gevoel hebben van, we worden helemaal onderdrukt. En dan willen we juist die vrijheid. Dan willen we juist het uitschreeuwen van, ik wil die vrijheid hebben. En dan breek je hem heel vaak, die regel. Kijk maar naar alles wat er gebeurt in de samenleving. Als we dan vanuit dat vertrouwen met elkaar omgaan en elkaar gelijkwaardig behandelen, oftewel, jij weet dat ik mens ben en ik weet dat jij mens bent, volgens mij komt het dan gewoon goed. Dat is ook weer dat vertrouwen. Het komt gewoon goed.
met vallen en met opstaan. Iedereen is anders. Vanaf het moment dat jij in de baarmoeder zit, zelfs als je een tweeling bent, zit je jij aan deze kant en je broertje of zusje aan de andere kant. Dan maak je al verschillende dingen mee. Je bent allemaal anders en toch zijn we allemaal mensen. Als we met die instelling naar elkaar en naar jezelf durft te kijken, dan denk ik dat dat heel kwetsbaar is, maar ook heel erg open en ook heel erg vanuit vertrouwen. En dan ga je elkaar niet afslachten voor een of ander geloof wat je hebt, waarvan jij vindt dat je de enige echte mens bent en de rest van de mensheid dus niet. Ik vind dat raar. Ik hoop dat de hele wereld een beetje meer gaat denken vanuit, we zijn allemaal anders en we kunnen bruggen maken, altijd. Je kan altijd gebeurtenissen vinden, ervaringen vinden die we delen met elkaar. Bijvoorbeeld over verdriet. Hè? Als er iemand is overleden, dan hebben we toch allemaal hetzelfde. Zijn we toch allemaal verdrietig. Misschien ook boos. En misschien ook wel gelukkig met alle ervaringen die we gehad hebben met die persoon. Zo kan je er allemaal naar kijken. En dat zijn vaak de bruggenbouwers. Dat soort ervaringen, die levenservaringen. Iedereen is de moeite waard. Jij ook en ik ook. We zijn allemaal de moeite waard. Dat is ook een stukje geloof, hè? En we zijn met elkaar verbonden. Ik denk dat die kernwaarden zijn, voor mij tenminste. Het verbindende met elkaar. Als ik ontkoppeld ben met een ander, als ik ontkoppeld ben met mezelf, is het helemaal heftig, dan ga je rare dingen doen. Ik heb vroeger heel vaak mezelf pijn gedaan, omdat ik gewoon ontkoppeld was met mezelf. Ik wist het gewoon niet meer. Ik zag zoveel oneerlijkheid in de wereld. En de pijn die ik ervaarde, voelde dan ook fysiek. Dan sloeg ik haar tegen de muur of dan werd ik boos. En ik wilde niet boos zijn, dus dan werd ik nog bozer. Dat soort strijd zat in mezelf. En dat moest ik een plekje geven en dat heeft een paar jaar geduurd. En soms zit ik nog, ga ik weer terug naar die tijd en dan zit ik weer in conflict met mezelf. En als ik dat heb, hoe kan ik dan in hemelsnaam verbinden met de ander? Dat gaat niet. Eerst met mezelf in het reinen komen, eerst van mezelf houden. En dan geef ik ontzettend veel weg als ik van een ander hou. En dat is voor mij ook die verbinding aangaat telkens weer. En dan heb je wel eens het gevoel dat je beschadigd raakt, omdat je vertrouwen geeft. Wat dan voor je gevoel misbruikt wordt. Maar dat doen we toch allemaal. Hè? We zijn toch allemaal met die verbinding bezig. Ik denk dat dat een hele krachtige is. Dat verbinden. En dat, ja, dat hoort gewoon bij het leven. Zeker hè, op momenten dat je met de dood bijvoorbeeld te maken hebt. Of met dat soort heftige emoties. Die ook bij het leven horen, leer ik elke keer weer van wauw, wat kan ik toch ook genieten. Genieten van het nu. Dus juist als er downs zijn, kan je weer denken, wauw, wat hebben we veel ups. Dan gaat mijn verwondering ook weer open, wat ik bij kleine kinderen vaak zie. Die zijn van nature al verwonderd, die kijken om zich heen van wow, wat een mooie wereld, meestal. Maar dat heb ik ook weer op momenten dat bijvoorbeeld mijn zoon in het ziekenhuis lag. En dat hij een open hartoperatie had en dat hij er bijna niet meer geweest was. Dan gaat bij mij ook open van wauw, wat fijn dat we elkaar hebben. We moeten van nu genieten. Waarom zouden we alles voor later doen? Is niet nodig. En vanuit het leven, denk ik, als je je kwetsbaar open durft te stellen, dan komt af en toe je zoon buiten, is dat tijd. Ik heb geen idee. Ik ben even een vlog aan het opnemen. Mag ik daarmee verder? Oké. Okay. Je mag er wel bij blijven, maakt niet uit, maar... Nee. Nee? Oké. Dat was mijn zoon. Ik kwam even tussendoor. En ook dat gebeurt terwijl ik een vlog aan het opnemen ben. En dat vind ik ook weer mooi. Want hij mag er ook echt bij zijn. Waarom zou ik het wel met jullie delen en niet met mijn eigen familie? Dat is natuurlijk onzin. We hadden het over het leven. Het leven zit zo in elkaar voor mij. Dat elke keer als je denkt het te weten, weet je het weer niet zeker. Want dan gebeurt er weer wat. En volgens mij kennen we dat allemaal.
Je hebt net een mooie nieuwe baan. Alles lijkt helemaal op zijn plekje en er gebeurt weer wat. Ik denk dan altijd aan mijn schoonmoeder. Dat is voor mij een groot voorbeeld. Die kon op een gegeven moment helemaal niets meer. Voor mij het gevoel tenminste kon ze niets meer. Ze zat alleen maar eigenlijk op de bank. En ze moest geholpen worden met aan- en uitkleden. Ik deed de boodschappen. Eén keer per week haalden we er even op, kon ze bij ons eten. En dat was waarvoor ze leefde. Want dan zag ze de kleinkinderen weer. Hoe mooi is dat? Ik klaag nu af en toe al dat ik niet genoeg energie heb om voltijd in een klas te staan. Dat vind ik echt vervelend. Want soms denk ik, waarom niet? Waarom lukt het me niet? En aan de andere kant ben ik blij met de dagen die ik wel in de klas kan staan. Dat het me wel lukt. En heb ik haar dan als voorbeeld van, ja, zij had eigenlijk nog maar heel weinig. En toch kon ze er wel van genieten. En dat is ook het leven. Elke keer wel of niet iets kunnen. En ermee dealen dat je ook bepaalde dingen niet meer kan. En er toch nog steeds van jezelf blijven houden. De wind, sorry voor de wind. Die zorgt er zo voor dat het zonnescherm naar beneden komt. Ik hoop het niet. Vanuit magisterium waar ik vorig jaar bij zat, toen hadden we zoiets van, joh, leven is ook onderzoeken, ontdekken en ondernemen. En daarom heb ik die er hier ook bij gezet. En dat heeft ook met dat creëren te maken, voor mij. Dus het kwetsbaar openstellen, het kwetsbaar opstellen, is ook, zorgt er ook voor mij, dat je dus gaat onderzoeken, gaat ontdekken, je durft dan ook fouten te maken. En ondernemen, en ondernemen is voor mij het doen. Dus gewoon het filmpje opnemen, gewoon gaan doen. Jezelf laten zien. Ja, en dat is dus lief en leed omarmen. Je waardeert alles van het leven. En soms ook niet. Soms mag je er ook even over klagen. Dat is toch logisch, dat doen we allemaal. En vervolgens pak je dat weer op. De downs en de ups. Dus geniet vooral van het nu. En leer van je fouten. En fouten maken mag. Hè? Dat is in deze samenleving niet altijd het geval. Dat is waarom ik dan het gevoel heb dat ik op dat matje geroepen word. Ik ben inmiddels al 2 keer buitengesloten bij een stichting. Dan krijg ik echt het gevoel van wauw, ik mag dus geen fouten maken. En in hun ogen mag dat ook niet. Want stel je voor dat het geld kost. Geld wordt nog steeds veel hoger gesteld dan mensen. En ik denk dat we dat om moeten draaien. Stel dat je nu naar mijn verhaal denkt, goh, dat kwetsbaar zijn, dat wil ik wel, maar hoe? Dan ja, kan ik je alleen maar een aantal tips geven. En dat is geloof in jezelf. Geloof dat je het waard bent. Geloof dat je het kan. Geloof ook in de ander. Dus dat stukje geloven, dat is wel belangrijk. Want als jij denkt, oh, ik ga mezelf openstellen en dat stemmetje in jou blijft nog steeds zeggen, ja, maar je bent het niet waard of je kan het niet, dan houdt het op. Ik heb dat stemmetje ook nog heel vaak. Ik moet het stemmetje soms even uitzetten. Het zit ook een beetje in me. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen en dat ook hebben. De angst om inderdaad te falen, hè, wat ik al eerder zei. En ja, de grootste tip die ik dan kan geven, wees moedig en heb lef. Heel veel mensen, ook in mijn omgeving, die denken dat als je kwetsbaar bent, als je kwetsbaar opstelt, dat je dan zwak bent. Maar ik denk juist dat je dan heel sterk bent. Want je laat jezelf zien. Wat is er sterker dan dat? Je leert namelijk met vallen en opstaan. Als je eenmaal op die bodem bent, als het echt niet lukt, als je echt het gevoel hebt het lukt niet meer, kan je gaan staan. Als je op de bodem bent, kan je gaan staan. Ik heb ook nog wel eens hartkloppingen. De angst om te falen zit er nog steeds. Dat geeft niet. En tikkelt je angst daarvoor, daarom kom je niet aan. Bij mijn examens, als ik dat had bij de PABO, bij Fontys, legde ik altijd een foto neer van mijn jongens. Waar gaat het om? Om mijn familie. Om de dingen die ik mooi vind. Om een leuke vakantie waar ik dan aan kan denken. En dat maakt me dan weer ontspannen. Het gevoel van, nou ja, wat is het ergste wat me kan overkomen? Hè? Dat is een stukje faalangst van een van mijn vorige vlogs. Dat zit daar ook onder. Je bent imperfect en dat is goed. Dat stukje geloof zit daarbij. Je kan niet perfect zijn in alles. Ook al ben ik wel perfectionistisch, dat weet ik van mezelf. Anders zou ik nu ook wel zo
deze vlog maken. Gewoon met een simpele camera. Nee, ik wil graag weer mooie beelden. En ik wil graag een mooie presentatie ernaast. Maar ik weet ook dat de dingen die ik zeg, nou, ook niet allemaal perfect zullen zijn. En dat jij misschien denkt, huh? Wat zeg je nou? Nou, vraag het me dan alsjeblieft. Hè? Want alleen door met elkaar het gesprek aan te gaan, door met elkaar de dialoog aan te gaan, kunnen we ook achterhalen hoe we er nou echt over denken. Het is dus niet iets wat zwak is, je kwetsbaar opstellen. Ik denk juist dat het supersterk is. Dus, ik hoop dat je met me mee gaat doen. En dat betekent dus niet dat we allemaal zielig moeten zijn of zo. Daar hou ik ook niet van. Ik wil niet zielig zijn. Maar ik wil wel helemaal mens zijn. Ik hoop dat je met me meedoet. Einde van deze vlog. Tot de volgende vlog. Doei!